Hallo allemaal, ik ben het weer. En dit keer ga ik je over hebben social media haat. Social haat noem ik dat. Want nadat ik gevraagd heb over hoe kan ik verdienen aan YouTube, bijvoorbeeld sponsor of iets verkopen enzovoort enzovoort. En ik heb hele heftige reacties gehad. Reacties is best een beetje veel, maar reactie zeg maar. Ja, dat moest ik eerst een paar dagen verwerken in mijn hoofd. En ik was verdwaald in mijn gedachten. Maar toen ik wakker werd van dat, dacht ik, oh wacht eens, iets klopt niet. Volgens mij die meneer die heel heftig gereageerd heeft, kent mij niet of volgt mij niet helemaal. Misschien heeft hij toevallig gezien op YouTube, dan meteen gereageerd. Dus ik ga even uitleggen hoe het werkt en wat ik doe. Ten eerste zegt hij dat ik rare praatjes maak. Dat is waar. Ik zeg het sinds het begin. Dat is showwereld. Het hoeft niet saai zijn, toch? Je kan ook heel serieus mensen, je moet dit niet doen, dat niet doen. Je moet gewoon, ja, zulke praatjes kan ik wel maken. Huh? Ik heb honger, een beetje vies af. Ik ben honger. Omdat ik dat zeg, nu ben ik raar. Vindt hij volgens mij dat soort praatjes gevaarlijk hier. Gevaarlijk hier. A2'tjes, zeg maar. Gevaarlijk, heel gevaarlijk. Omdat ik zo zeg, ben ik ook heel raar. Dat is Limburgs. Ben je ooit naar Limburg geweest? Ja, ik ben niet boos op jou. Maar, ik moet zo pakken. Niet wraak, maar... Ik moet jou echt uitleggen hoe het werkt. Blijf maar kijken. En, hij zegt ook dat ik heel lage taalniveau heb. Dat klopt. Ik ben een buitenlander. Jij zegt dat jij ook buitenlander bent. Misschien ben je hier geboren, maar ik niet. Ik kwam hier pas na mijn 25ste of 26ste. Beetje lampant. Dus, dat is echt kwetsbaar. Dat is mijn echt tierpunt voor mij. De taal is echt tierpunt voor mij. Vorig jaar, volgens mij, heeft ook zijn eigen volk, iemand die Turk was, heeft ook gereageerd, ja, je hebt echt lage taalniveau. Wat boeit je? Lage taalniveau. Je hoeft niet te doen. Je moet zo mensen niet kwetsen. Ik probeer mijn best. Ik heb altijd gezegd, sorry mensen, ik heb echt laag taalniveau, maar ik probeer dingen uit te leggen. Maar dit is geen taalkursus. Dit is gewoon geen rijles. Ik geef geen les. Ik doe gewoon filmen. Wat ik in het dagelijks leven doe. Werken, laden, lossen, rijden. Zelfs thuis. Ik heb Nederlandse vrouw. Nederlandse kinderen. Waarom Nederlands? Waarom niet Turks? Ik heb niet eens kinderen Turks geleerd. Ik dacht, ja, oké. Is het nodig? Ze kunnen straks Engels leren. En met mijn eigen familie. Uit Turkije kunnen ze gewoon Engels praten. Oké, dat is niet het probleem. Zelfs thuis lachen ze mij uit als ik dingen zeg. Dan zeggen ze, oh, dat kan je echt niet zo zeggen, je moet zo zeggen. Sommige woorden zijn gewoon moeilijk. En de en het, die ga ik nooit leren. Die vergeten gewoon. Er zijn manieren, maar je kunt niet automatisch leren. Nederlanders leren gewoon automatisch, klaar. En als je niet wil luisteren, als je graag wil kijken, je kunt gewoon geluid uitzetten, gewoon kijken wat ik film. En zeg je ook, ja, jij laat niet eens zien hoe jij laat en los. Ik heb honderden is een beetje overdreven, maar ik heb best veel filmpjes gemaakt over laden en lossen. Die ga ik ook straks nog doen, blijven doen. Maar niet elke dag, want het is gewoon zelden. Wat ik nu doe is gewoon zelden. Als ik iets anders doe, pak ik meteen mijn kans. En sterkste,
mogen we niet op deze filmen? Ik heb bij Albert Heijn gedaan, toen moest ik die film gewoon verwijderen. Meer dan 15.000 keer bekeken. In één dag. In één dag. Dat deed het pijn, maar ik heb die gewoon weggedaan, verwijderd. Omdat onze directie heeft toen mij gebeld. Ja, dat mogen we niet doen. Ik dacht ook, ja, dat is... Ja, dat mocht ik niet doen. Dat wist ik ook. Want daar hangt heel groot, zonder hesje, mag niet. Filmen mag niet. Telefoon mag niet. Mag niet. Gewoon mag niet. Maar ik heb gedaan. Toen heb ik verwijderd. Ik dacht, ze hebben gelijk. De volgende is... wat was nog? Rare praatjes. Lage taalniveau. Ik ben ook een mens. 5 vingers of 10 vingers. Geen haren voor nu. Want vroeger had ik. Wit, blank, zwart of weet ik veel. Wat jij leuk vindt. Dit ben ik. Als je niet wilt kijken, snap ik. Maar ik wil je heel graag uitnodigen. Hier samen met mij één dag meekomen. Als je dat durft of wilt, ik weet niet, als je vrouw bent of meneer, ik weet het niet. Wat ik begrijp van mijn volgers, ze willen ook graag dat ik veel praat. Anders wordt het saai. Ik heb laatste keer filmpje gemaakt. Toen dacht ik, ja, ik mis wat. Ik heb gefilmd. Maar, ik weet niet. En vraag over geld verdienen. Ik ben geen zweveraar. Ik vraag niet zomaar geld aan mensen of zo. Ik wil gewoon verdienen. Ik verdien heel goed. Mijn vrouw ook. Zij zit direct op onze school. En ik heb vrachtwagenchauffeur. We verdienen genoeg. Maar... Wat ik wou is, in de toekomst, misschien voor nu niet, als ik ooit geld verdien met social media, wil ik gewoon, ik heb arme mensen genoeg om mijn geven. Ja, niet in Nederland, maar in Turkije. Ik wil familie steunen, zeg maar. Overladen en losse of korte filmpjes heb ik TikTok. Daar ben ik ook actief. Instagram ben ik niet zo echt actief, zeg maar. Wat is nog? Langzaam rijden. Hoe kan je met een vrachtwagen hard rijden? Daarvoor heb ik ook oplossing. Ik heb ook een filmpje gemaakt met de motor. Vorig jaar of die jaar daarvoor, volgens mij. Als je heel hard wil gaan, kijk maar naar motor, mijn motor filmpje. Motorvlog. Dat deed ik ook. In de zomer ga ik ook misschien een paar keer doen, maar dat is niet interessant voor mensen die voor vrachtwagenfilmpjes kijken. YouTube werkt niet zo. Als ik zeg motortour, van 1000 volgers krijg ik misschien 50 of 60 keer bekeken wordt het. Hard rijden kan ik nooit oplossen, want dat is mijn werk, dat is serieuze werk. Soms moet je goed opletten. Als ik eerst bedoeling van mijn kanaal is aankomst en vertrek. Niet zomaar snelweg. Nu film ik op snelweg omdat ik niet hoef opletten voor verkeer of zo. Jawel, maar gaat redelijk goed. Kan ik dingen uitleggen en uit mijn hoofd dingen wel praten en kwijt. Maar als ik midden in de stad ben, spanning, ik moet paal opletten en ik moet kijken waar ik moet lossen en weet ik veel, spannend. Want met heel grote vrachtwagen, sommige adressen, ja veel adressen ben ik nog niet geweest. En ook bedoeling dat ik niet vaak dezelfde filialen of dezelfde routes film. Kijk maar naar mijn geschiedenis, Ik laat je ook zien wat ik vroeger gefilmd heb. En vroeger, toen wist niemand hoe het werkt met 360 VR.
Ga maar eerst uitleg, dan kom ik terug. Hallo hallo. Hallo. Yine hello dedik. Başladık. Ik zei dat is stormachtige dag. Niet stormachtige dag. Fırtınalı bir gün dedim. Dus, dit heb ik ook gefilmd, met je telefoon draaien lekker, maar snapte toen niemand, daarom ben ik nu dit aan het doen. Ik heb andere dingen in mijn hoofd zitten, die ga ik ook nog doen. Ik blijf niet zomaar op één ding. Dus daarom zeg ik, die meneer of mevrouw heeft niet mij gevolgd, zeg maar. Alleen de laatste twee, drie misschien hebben ze gekeken, heeft zij of hij gekeken. Dat verdiende ik echt niet. Ik ben niet boos. Dat is showwereld, nogmaals. Ik ga niet saaie praatjes maken. Soms laat ik los. Multiculturele land, Nederland, Europa. Ja, waar is de multiculturele dingen dan? Als je, dan kijk je ook niet naar tv. Er zijn raar genoeg mensen. Weet je wat ik raar vind? Mensen die dieven vind ik raar. Mensen die mensen doodmaken, doodschieten, die vind ik raar. Politicus vind ik raar. Ja. Wat ik raar doe is alleen maar entertainment. Hoe noem je dat? Ja, ik hou het gewoon gezellig. Probeer ik. Nogmaals, als je alleen wilt kijken, alleen beelden. Geluid uit, alleen maar kijken. En ik ga nooit mensen raden, je moet dit doen, dat doen, want ik weet ook, dan krijg ik ook commentaar van mijn collega's. Ja, dat moet je niet doen, dat moet je niet doen, dit moet je niet zeggen, en daar ga ik anders doen. Iedereen doet anders. Wat ik probeer is, geen schade maken. Dat is schade maken, vind ik. In het begin heb ik zoveel gedaan. Dit doet het echt zo pijn en kost tijd. Ik voorkom gewoon schades. Want 10 minuten langer met parkeren of weet ik veel, dan schades. Schades kosten minimaal een half uur, drie kwartier. Moet je papier invullen, bellen, foto's maken. Ja. Ik zeg blijf volgen. Ik vind het heel saai als ik niet praat. Ja, voor nu, dat was het. Dat moest ik echt kwijt. Anders werd ik gek, anders kon ik niet door. Ik zeg nogmaals, meneer of mevrouw, alsjeblieft, kom een dag of halve dag met mij mee. En zie echt wie ben ik, wat ik praat, wat ik doe. Zelfs mijn kinderen en vrouw schamen dat ik dat soort vriendjes doe. Ze weten ook soms. Ja, ik kom ook van showwereld. Van, hoe heet die? Toerisme. Vanuit Turkije. Ik ben hier omdat ik Nederlandse vrouw heb. Anders was ik in Turkije gewoon met mijn eigen taal. Türkçe de konuşabilirim. Eğer istersen. Benim kendi dilim. Daha iyi anlatabilirim. Moet ik zo zeggen?
Verder zeg ik niks meer. Dat is genoeg, denk ik. Ik zie jullie bij de volgende.